Ook vandaag heb ik weer een praatje op D-Star. Nou, mijn stem merk ik niet erg mee. Ik zeg dat wel vaker, maar dat merk ik dan als ik voor het eerst in een tijdje praat. ik zeg het vaak, maar dit is voor beperkte tijd. Ik ga niet opnieuw iets als de Daily Minutes maken. Zoals het nu werkt, gaan deze praatjes over een nieuwsonderwerp op het gebied van de zendhobby. Over een ander onderwerp dat niet technisch is. Maar ik wil er ook een aantal maken die een technisch onderwerp behandelen. Misschien ken je wat ik vertel, misschien zelfs nog wel van het zendexamen. En misschien niet, dan leer je wat nieuws. Ik ben tevreden als een praatje 3 minuten duurt. Dan hoef ik niet tussendoor te resetten om de wurgen te voorkomen. Maar ik sluit niet uit dat het met mijn breedsprakigheid langer duurt. En dat het dus niet lukt, die 3 minuten. Ik bedoel, een intro van 40 seconden, zoals nu, dat moet niet van die 3 minuten afgaan. Maar soms zit ik op de praatstoel, zoals vandaag. En dat kan ietsje langer ook. Snel beginnen dus. Ik wil het vandaag hebben over vermogenseintrappen van zenders. Dat lijkt in sommige opzichten ook op audioversterkers, maar die voor zenders hebben een paar specifieke dingen en dat is waar ik me op concentreer. Ik heb het hier over moderne halfgeleiders, dus transistoren, FETs, wat ook een speciale soort transistor is, en daarnaast modules die ook uit transistoren of FETs bestaan. Alles wat ik zeg gaat echter ook voor buizen op. Ik ga het hebben over de klassen waarin een versterker ingesteld kan worden. Er zijn meer klassen dan ik zal behandelen. Het eenvoudigst is klasse A. Bij klasse A wordt de volledige sinus door de versterker versterkt. Ja, de sinus, je kent het plaatje, een lijn die boven en onder de nullijn heen en weer slingert en in 360 graden verdeeld is. Dus die volledige sinus die gaat door de versterker heen. Dat wil zeggen, zowel het gedeelte van de sinus boven als onder de nullijn. Dus het deel wat plus is en het deel wat min is in spanning. Want het slingert tussen plus en min heen en weer. Klasse A geeft heel weinig vervorming. Het heeft echter een aantal nadelen. Het grootste nadeel is dat het stroomverbruik heel groot is. En een groot deel van de energie die erin gaat, die wordt niet gebruikt. Zelfs in het geval van een SSB-signaal, als je niet praat, dan loopt er nog steeds constant een grote stroom. En omdat bij geen zendsignaal en geen stroom in hoogfrequent wordt omgezet, wordt een halfgeleider dus warmer zonder modulatie dan met modulatie bij klasse A en SSB. Maar nogmaals, de vervorming is heel laag. Dat is een groot voordeel. Klasse A heeft in principe 25% rendement. Dus er wordt 4 keer zoveel energie ingestopt dan dat eruit komt. En dat is wel bijzonder laag. Onder bepaalde omstandigheden kun je een klasse A versterker maken die 50% rendement haalt. Maar over het algemeen is het toch aan de magere kant. Bij kleine zenders niet zo'n groot probleem. Maar naarmate een zender groter wordt of zenders die uit accu's of batterijen gevoerd worden, is dat wel een probleem. Ja, een alternatief is om alleen de helft van de sinus te laten versterken. Dus alleen het bovenste deel of alleen het onderste deel ten opzichte van de nullijn. Dit is klasse B. Dit is PA6 Echo. In het geval van audio gebruik je dan 2 halfgeleiders die afwisselend elk de helft van de sinus versterken. Dus de een die versterkt en dan versterkt de ander. Echter, bij hoogfrequent hoeft dit niet als je een filter achter de versterker zet. Het filter vult de ontbrekende halve sinus weer aan. En dat heeft tot gevolg dat het rendement van een klasse B versterker een hoger is dan van een klasse A versterker. Het rendement kan tot 60% oplopen en bij sommige versterkers nog wat hoger. Bij klasse C vervolgens loopt er zonder signaal in het geheel geen stroom. Alleen het bovenste stukje van de helft van de sinus stuurt de transistor even open. Ook hier wordt een filter gebruikt om er weer een nette sinus van te maken, omdat je anders allerlei stoorproducten krijgt. Dat filter kan een bandfilter zijn, maar ook een low-pass-filter niet te ver uit de buurt van de zendfrequentie. Klasse C heeft best een hoog rendement, 70% of soms nog wat hoger. Nadeel is dat meer dan de helft van het stuurvermogen van de vorige trap niet wordt gebruikt. Dus daarom moet hij wel wat extra versterken. En die versterking is bij klasse C toch al niet heel hoog. Maar goed, het werkt wel en het werkt ook goed. In het begin van de radiohobby werkten amateurs alleen met mossen. Een mossensignaal is een in- en uitschakelende sinus. Die kun je dus met klasse C versterken. Ook veel FM-apparaten werden in het verleden in klasse C ingesteld. Bij AM, dat er daarna ook gebruikt werd, en na die CW dus, kun je het signaal op meerdere manieren opwekken. Meest gebruikt is om de modulatie in de laatste trap of meerdere laatste trappen met een audioversterker te moduleren. In dat geval kan alles klasse C zijn, maar het nadeel is dat de audioversterker afhankelijk van het zendvermogen ook redelijk wat audiovermogen moet kunnen maken. En het is dus aan de ene kant een efficiënte methode omdat het in klasse C staat, maar door die audioversterker verlies je toch weer wat aan rendement. Je kunt AM ook op een heel laag vermogen maken, met heel weinig vermogen dus, en dat verder versterken. En hetzelfde is mogelijk als je een bestaande zender hebt met te weinig vermogen en je wilt dat oppeppen met een versterker erachter. Je zou dan bij klasse A uitkomen, maar er is nog een klasse, klasse AB.
Die laatste wordt veel gebruikt, met name bij zenders die ook SSB doen. Dergelijke versterkers werken in klasse A als ze weinig ingestuurd worden en met meer insturing in klasse B. Je laat dus een bepaalde ruststroom lopen en je stuurt een zwak signaal erin en dan gaat de hele sinus er doorheen. Stuur je een harder signaal in, dan wordt een stuk van 1/2 van de sinus afgesneden. Dergelijke versterkers hebben een hoger rendement dan klasse A, maar zijn niet zo efficiënt als klasse C. Klasse AB werkt overigens ook met AM, maar dan kun je lang zover niet uitsturen dan bij SSB, dus je hebt een fors stuk minder zendvermogen. Dit is PA6 Echo. Er zijn nog meer klassen, maar eentje wil ik noemen omdat die steeds meer gebruikt wordt in amateurapparatuur. Dat is klasse E. Bij klasse E schakelt de endtransistor op het ritme van de sinus. Zo'n versterker levert geen sinus op aan de uitgang, maar een blokgolf. Omdat de transistor of transistoren in klasse E maar heel kortstondig als weerstand functioneren, ze staan namelijk of dicht of open en er is maar een heel korte tijd een schakelmoment, worden ze nauwelijks warm. Een 8 tot 10 watt eindtrap hiermee is zo rendabel dat je hiervoor een klein driepootje kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld een BF199-achtig iets in TO92 behuizing, zonder koelplaat. Het hele concept lijkt wel enigszins op een schakelende voeding, geen sinus meer maar hard schakelen. Voorwaarde voor een schone werking is dat er een goed looppasfilter achter staat. Rendement van zoiets is boven de 90% en in plaats van hoogfrequent transistoren kun je beter snelle schakeltransistoren gebruiken. Een dergelijke schakeling heeft nog een unieke eigenschap. Je kunt het vermogen van een eindtrap heel eenvoudig vergroten door 2 of 3 transistoren simpelweg parallel te schakelen aan de bestaande eindtraptransistor. Dit levert je respectievelijk 2 of 3 maal zoveel zendvermogen op zonder dat je de eindtrap opnieuw hoeft af te regelen. Ten slotte nog iets over FM-transceivers. De meeste van de nu geproduceerde FM-transceivers werken over een veel groter frequentiebereik dan alleen de amateurband. Vaak worden dezelfde apparaten ook voor mobielefoongebruik verkocht. Bij een klasse C-eindtrap is het frequentiegebied veel kleiner dan dit hele gebied. En om die reden worden FM-transceivers tegenwoordig vaak in klasse B. En om die reden worden FM-transceivers tegenwoordig vaak in klasse AB ingesteld. Hierdoor is er minder vervorming, er hoeft minder scherp te worden gefilterd en daardoor kan het apparaat over een grotere bandbreedte werken. En omdat de moderne halfgeleiders tegenwoordig ook een steeds hoger rendement krijgen, wordt daarmee een deel van het nadeel van het lagere rendement van een klasse AB versterker ook weggenomen. Dit is PA6 Echo.